En onze volgende keynote speaker van vandaag is specialist op het gebied van gebruik van big data in de evenementenbranche. Het bijzondere is dat hij geïnterviewd wordt door cultuurjournalist en dancejournalist, tevens schrijver van het boek Dutch Dance. Geef ze een groot applaus. Hier zijn Dennis Doeland en Mark van Bergen. Dankjewel. Hallo. Welkom. Is hij aan? Knopje. Ja, hij is aan. We gaan het gewoon staan doen. Het is wat levendiger, hebben we besloten. En dan wordt het een beetje een sparringpartijtje. Kom maar op dan. Dennis Doeland. Eventjes inhaken naar de vorige spreker. Met die fantastische achternaam trouwens. Maar dat zal jullie allemaal zijn opgevallen. Ik ben hier jaloers op. Zaten er voor jou nog eye-openers in zijn praatje? Het zou lullig zijn als ik zeg van niet. Dus had zeker een eye-opening in, omdat er namelijk data van Sabu Zuidwest gepresenteerd werd die ik nog niet gezien had. Dus er zitten altijd eye-openers in van hoeveel waren het dan bijvoorbeeld? Hoeveel tweets? Hoe zat het dan inderdaad met het weer? Dat zijn leuke dingen. Jij was er dit jaar zelf niet bij in Texas, want jij struint tegenwoordig conferentie aan conferentie af. Ik mag wel zeggen dat jij in Nederland toch wel in de entertainment- en eventindustrie zo'n beetje de kenner bent op het gebied van data. Vertel eens even iets meer over jezelf en wat jij doet. Ik heb voordat ik 3 jaar geleden zelfstandig werd, heb ik 18 jaar voor ID&T gewerkt. Fantastisch bedrijf. Ik heb er vanaf het begin mogen bij zitten. We waren met z'n vieren toen we begonnen. En dat bedrijf heeft mij altijd eigenlijk geleerd, en vooral Duncan Stutterheim in het bijzonder, heeft mij altijd geleerd om de vraag te stellen, waarom werken dingen zoals ze werken en hoe kan ik de bakens verzetten? Ik heb daar allerlei dingen gedaan. Ik ben verantwoordelijk geweest voor de platenmaatschappij. Ik heb de muziekuitgeverij gedaan. Ik heb voor de radio gewerkt. Toen heb ik een muziekdownloadplatform gebouwd. En dat was het eerste muziekdownloadplatform van Nederland. En daar leerde ik eigenlijk al heel snel dat de muziekindustrie digitaal zou gaan worden. En ik bedacht me eigenlijk binnen ID&T van wacht eens even. Wat betekent dat nou eigenlijk voor een bedrijf als ID&T, die hele digitalisering? Zijn wij wel eigenlijk gewoon kaartjesverkopers of zijn wij niet per ongeluk een netwerk geworden? En toen ik dat zei, kreeg ik uiteindelijk ook de ruimte en ook de middelen uiteindelijk om na te denken over van wat betekent nou informatie en data voor de entertainmentindustrie? Wat betekent het nou voor ID&T? En toen ik inmiddels daarmee bezig was, toen kwam ik door ongelukkige omstandigheden, mijn ouders kwamen te overlijden, ben ik een tijdje niks gaan doen. En toen begon ik me eigenlijk te bedenken van wat ik voor ID&T kon of kan. Kan ik eigenlijk ook gewoon voor de hele entertainmentindustrie. En ik denk, ik ga gewoon de komende jaren de entertainmentindustrie helpen om vooruit te komen. Dus dat is wat ik nu tegenwoordig doe. Ja, waarvan akte? Ik denk, noem eens nog wat opdrachtgevers en bedrijven die gebruik maken van jouw diensten. Ik werk voor Hardwell, ik werk voor Nicky Romero, ik werk voor 538, ik werk voor UDC. Nog een aantal. Ik heb onderzoeken gedaan voor Junkie XL. Een hele rits, een hele... Hele schade inmiddels in 3 jaar. Nou ben jij ook begonnen als DJ. Jij hebt eigenlijk als DJ Weirdo. Kent iemand DJ Weirdo nog? Ja, zijn er nog oude gabbers in de zaal? Och jezus. Ja, ze zitten er. Ze zijn er. Opzoeken op YouTube. Daar begon het zo'n beetje allemaal mee, voor jou in de muziek. Als hardcore DJ en later ook heel veel bij ID&T gedaan. Maar je kunt eigenlijk wel zeggen dat jij toch wel een kleine grote revolutie hebt meegemaakt, zeg maar. Vanaf het hele begin, het analoge begin, het vinyl begin, tot aan de digitale tijd van nu. Wat is in een nutshell, wat is er allemaal gebeurd zo in die tussentijd? Wat heb jij zien gebeuren aan ontsluiting van data? Ik heb eigenlijk gezien, dat je... Ik vergeet nooit meer eigenlijk... De muziekindustrie heeft eigenlijk heel erg moeite met veranderen. Wij denken dat we hier allemaal heel hip zijn en heel hot zijn met ons big data verhaal. Maar die muziekindustrie loopt eigenlijk gewoon achter. De bonuskaart van Albert Heijn bestaat al jaren. Die hebben veel meer data dan die hele muziekindustrie. En als je dat gaat bekijken, bijvoorbeeld hoe wij destijds bij ID&T moesten besluiten dat we onze kaartjes niet meer verkochten via het postkantoor, maar via een online ticketservice. Dat vonden we hartstikke moeilijk.
Terwijl achteraf nu denken we van, ja, oké, wacht even, dat heeft ons eigenlijk heel veel opgeleverd. Want daardoor konden we bijvoorbeeld beter onze klanten of onze fans bedienen. Ja, dus die hele omslag, hè, dat die soort van angst en bangigheid om te vernieuwen, dat is denk ik nog wel, dat staat nog wel steeds een beetje centraal in de tijd waarin we leven. Ook al denken we dat we heel ver zijn. Ja. Nou, wat staat ons allemaal nog te wachten dan? Wat kan er nog beter? Wat moet er anders? Wat moet er anders? Nou, wat er sowieso anders moet, is eigenlijk dat entertainmentorganisaties en bijvoorbeeld de organisatie van Paaspop, maar natuurlijk, dat geldt eigenlijk voor ieder binnen deze branche. We moeten beter proberen om te gaan met onze klanten en onze fans. We moeten beter proberen uiteindelijk verbinding met ze aan te leggen en hun te voorzien in de behoeften die ze hebben eigenlijk. Met andere woorden, ik zag net al een voorbeeld van drukte op een festival. Daar moet je gewoon beter gebruik van maken. Je kan heel makkelijk ervoor zorgen uiteindelijk, als het druk aan een bar is, dat je meer personeel hebt. En die bar die leeg is uiteindelijk, die kun je gewoon sluiten. En die kun je volgend jaar niet neerzetten. Dus de entertainmentindustrie moet ten faveur uiteindelijk van de klant en de fan, moet ze gewoon veel meer in plaats van buikgevoel, we doen het al 15 of 20 jaar zo, moeten ze meer gebruik maken van die informatie om hun fans en hun klanten beter te bedienen. Nou, dit is duidelijk advies. Ik denk dat er zitten wat promoters hier in de zaal, of promoters met ambitie, promoters in spe, die kunnen daar wat mee. Maar ik neem aan dat je dit soort dingen ook al toepast. Ja, absoluut. Er worden allerlei dingen gedaan. Dus je moet je voorstellen, heel praktisch voorbeeld, onlangs bij Hardwell. Was dat ze hadden een livestream in dit geval van de Ziggo Dome en daar waren ze hartstikke trots op, want dat deden ze met Google en met YouTube. En vervolgens was de vraag van oké, hoe ga je dat promoten? Ja, we gaan iedereen die in het nieuwsbriefbestand ziet, gaan we een mailtje sturen en iedereen op de Facebookpagina en op het Twitterkanaal en waar we ook verbinding hebben, gaan we allemaal informeren om vanavond naar die livestream te kijken. Ik zeg maar, de mensen die een kaartje gekocht hebben, ga je die dan ook vertellen dat je die vanavond dat ze er kunnen kijken? Dat is toch geen boodschap? Dan zit toch die fan toch niet op te wachten? Hij heeft een kaartje gekocht voor 60, 70, 80 euro, whatever, de gradatie van de kaartjes. Die wil die beleving van vanavond. Dus die moet je niet vermoeien met dat hij vanavond ook naar de livestream kan kijken. Die ga je morgen bijvoorbeeld of overmorgen een berichtje sturen van hey, heb je het te gek gehad gisteravond of eergisteravond? Ja? Kijk vandaag naar de rerun, zeg maar. Heel praktisch voorbeeld, bijvoorbeeld. Ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat je ziet bij evenementenorganisaties, dat ze helemaal niet zo zuinig zijn op hun fans en op hun klanten. Ze hebben al 10 jaar lang data, want online ticketing bestaat ongeveer zo'n 10 jaar, denk ik, Jan-Willem. Een beetje groot. Maar die data kun je al helpen. Dan kun je dus gewoon zeggen, degene die vorig jaar geweest is, of het jaar daarvoor of het jaar daarvoor, die gaat je eerder een berichtje sturen dan degene die je misschien nog via marketing moet bereiken, zeg maar. Je gaat je fans, die al fans zijn, ga je ook koesteren. Dus dat zijn hele praktische voorbeelden om met data aan de gang te gaan. Wat moet je tegenwoordig als evenementorganisator in je toolkit hebben? Is het social media of een ticketing systeem? Wat komt er allemaal bij kijken? Als ze bij jou aankloppen, wat moet er dan sowieso in jouw bagage zitten? Allereerst gewoon de mindset uiteindelijk in je hoofd van waarom werken dingen zoals ze werken? Het gaat niet zozeer om technologie. Technologie is een middel om te gebruiken. Het is niet per se Facebook of Twitter of wat het verschil maakt. Het is in je hoofd als organisatie die zegt, oké, wat wil ik bereiken? Wat zijn mijn doelen en mijn doelstellingen? Ja, en hoe kan ik de middelen die daar voor beschikbaar zijn, hoe kan ik die instellen? En daar ben je dus ook mee bezig. Je probeert die mindset aan te brengen bij mensen of om te stimuleren? Ja, absoluut. Absoluut. Je moet je voorstellen, dus we zijn zo'n tijdje, laten we zeggen dat we zo'n 15 jaar op wat hoger niveau met internet nu bezig zijn. 15 jaar, dat is niks. We zijn amper volwassen. We zitten nog in, als je de 5 fases van volwassenheid zou mogen duiden, zeg maar, van de digitale wereld, zitten we amper in de tweede fase met de entertainmentindustrie. De eerste fase is dat we het ad hoc gaan doen. Dat was net als vroeger uiteindelijk. Oh ja, we moeten een website. En nu moeten we op social media.
Nou, dan is het maar druk, weet je. Dan huren we social media bureautjes in of we geven stagiaires geven de opdracht om het te doen. Maar eigenlijk moet je al beginnen af te vragen als organisatie van hoe kan ik nou eigenlijk structureel daarmee aan de gang gaan? Want ik heb nu tegenwoordig elke dag connectie met mijn fan. Ja, dat zijn hele belangrijke dingen om na te denken over hoe maak ik nou eigenlijk digitaal integraal deel van mijn bedrijfsvoering. Want tegenwoordig hebben we gewoon digitaal contact met onze klanten en onze fans. Nou goed, dan is die mindset er, die is er. En dan, wat moet je hebben? Waar moet je mee aan de gang? Wat is een must tegenwoordig? Nou, in eerste moet je begrijpen uiteindelijk hoe de digitale wereld in elkaar steekt. En de digitale wereld, en dat is wel een mooie anekdote, want dat is de reden waarom ik zelf ook begonnen ben bij R&T op een gegeven moment door te vragen van waarom geven we nou zo fucking veel geld uit aan websites? Nou, dat was omdat namelijk brandmanagers en marketingmanagers hadden bedacht uiteindelijk, we hebben een nieuw logo met een nieuwe lettertype en nieuwe kleuren en daarvoor moeten we een nieuwe website. En dan gingen we allerlei nieuwe dingen bouwen. Nieuwe CMS-systemen, dat zijn content management systemen, waar je je foto's kunt uploaden en je tekst kan plaatsen, et cetera, noem maar op. Maar we dachten helemaal niet na over, ja, dat er misschien wel databases in zaten, et cetera, noem maar op. We gaven miljoenen uit. We hadden gewoon geen strategie. En niemand wist eigenlijk ook precies hoe die digitale wereld in elkaar stak. Ja, dus ik ben toen gaan nadenken eigenlijk over, wat is er nou in die digitale wereld aan de hand? Nou, het is eigenlijk simpel. We hebben apparaten, we hebben netwerken. We hebben informatie of content uiteindelijk en we hebben connectie. En dat hele geheel, ja, die samenhang, die moet je begrijpen. Ja, en daar ga je dus de middelen bij zoeken op dat moment. Wat heb ik nodig? Ja, welke analyse tools, welke netwerken moet ik opzitten, et cetera, et cetera. Ik ben even op zoek naar die middelen dan. Laten we even gewoon een willekeurig voorbeeld nemen. Een nieuw festival, hier in Brabant, hier om de hoek. Er zitten hier heel veel ambitieuze studenten in de zaal. Ik heb ze ook bij mij in mijn klas, want ik mag ook wel eens gastdocent zijn op Fontys ACI. Er komen prachtige ideeën binnen voor bijvoorbeeld nu een festival wat gerealiseerd gaat worden bij de Efteling. Het Fairytale Festival. Een van die studenten hier. Wat moet je dan hebben? Die website die heb je, je hebt die community in opbouw, mensen in de omgeving, je social media. Maar hoe ga je dan echt die verbindingen leggen? Die verbinding leg je door letterlijk al die kanalen, dus je website, je Facebookpagina, en je Twitterkanaal en je Instagram. Die leveren allemaal data. Die kun je gewoon letterlijk een Excel-export, zoals Hannes net ook uitlegde, kun je maken. En dan kun je verbindingen in gaan zoeken. En eigenlijk kun je al met Excel, kun je eigenlijk alles doen. Het is allemaal niet zo spannend, hè? Dat is het mooie. Hè? We maken het allemaal veel spannender dan het is. Maar dat is het niet. Het is fucking boring eigenlijk. Huh? Maar daartegen ook weer dusdanig interessant, want door de eenvoud, hè, dus door spreadsheets aan elkaar te koppelen, begin je ineens informatie te zien. En als je zegt, die wil ik dagelijks zien, kun je daar interessante dashboardjes van maken, et cetera, op met gewone business intelligence tools die gewoon voorhanden zijn. Je kan gewoon, als je business intelligence tool intikt in Google, krijg je een hele rij. Ja, kies er eentje uit die jij fijn vindt. Ja, en daar ga je mee aan de slag. En dan ga je vragen stellen. Wat is het verband tussen A en B? Of tussen die fan en die fan? Nou ja, enzovoort, enzovoort. Noem nog eens een paar voorbeelden van festivals waarmee jij dit soort vraagstukken hebt opgelost. Waarbij je aantoonbaar een verbetering hebt kunnen aanbrengen. Nou, bij UDC bijvoorbeeld, bij Dance Valley, heb ik een heel mooi aantoonbaar voorbeeld uiteindelijk. Die gaven in 2013 gaven ze €25.000 uit aan 538. Maakten ze content voor ongeveer €2.000 of €3.000 uiteindelijk en verkochten ze een kaart voor een bepaald bedrag. Nou, in plaats van die campagne te doen, hebben we de database eerst onderzocht uiteindelijk van 10 jaar. Welke fans zijn er vaak geweest? En vervolgens hebben we die mensen gewoon de early bird tickets aanvragen eigenlijk al gestuurd. Het ticket was €7,50 duurder. 30% meer mensen hebben uiteindelijk het ticket besteld. Ja, en je hoort hem al, €25.000 niet uitgegeven. Hey, dat is een fucking return on investment. Dat is heel hoog. Ja, door alleen maar te kijken wat je in huis hebt. Ja, ik zeg wel eens, het geluk ligt in huis, zeg maar. Het is gewoon het beter benutten en beter koppelen van data aan elkaar. Daar zit heel veel winst al. Ja, en vragen durven stellen.
Vragen durven stellen. En ik geef altijd een anekdote van ID&D. Is de vraag van, ik zei wel eens tegen Q-dancers. Dat zijn de jongens die, ik noemde dat altijd de jongere broertjes van ID&D. Met de stevige muziek. Stuiterballen. Ja, die met de stevige muziek. En dan zei ik altijd, gaat een Q-dancer ook naar Sensation? Nou, dat is vloeken in de kerk, kan ik je zeggen. Behalve toen ik het liet zien aan de data. En Q-dancers gaan naar Sensation naarmate ze ouder worden. Hè? Naarmate je ouder wordt, word je wat volwassener en denk je, ja, top die gekke, heftige muziek, maar ik wil ook wel een beetje een mooi feestje. Ja, dat soort gekke dingen. Thank you.